Het is... Oh, daar heb je toch 8 minuten de tijd voor? Ja, ik zag hem, nee, ja, maar moet je luisteren. Ik zag nog geen rood lampje branden bij die microfoon. Dus ik denk, nou, ik kan er nou nog wel even een hoest uit porren. Maar dat denk ik... Sorry. 8:45 maandagmorgen, daar is Martijn Kadol. Martijn, goedemorgen. Sorry mensen. Nee, geeft niks. En degene die hierna achter deze microfoon staat ook trouwens. Ja, die is over 2 dagen ziek. Ik verspreid het weer. Martijn Kadol, bekend van Omroep Gelderland onder andere. Ik heb van je genoten hoor. Ja. En natuurlijk ook van de slimste. Martijn, wat weet jij van pils? Ja, nou, bijzonder weinig. Heel ik dacht weinig. Dat ik daar heel veel van wist, maar nee. Weet ik. Is er iemand, en je mag appen, die wist dat pils uit Pilsen komt? Niemand weet dat! Hij zat vorige week, was het geloof ik, zat jij in het winterseizoen van de slimste mens. En jij speelde daar de finale tegen Kiki Schippers. Ja. Ook een collega van jou, Cabrici. Ja, ja. En dat ging als volgt. Pils gerstennat heet het ook wel. Pas op, hè? Ja, weet ik veel. Wat moet je nog meer? Bier is Hertog Jan, Gols pas. Oh. Ja. En toen kwam de verontwaardiging. Ja, nee, maar dit. Hier zijn gelukkig zijn hier heel veel reacties op gekomen. Ook bij de redactie van de Slimste Mensen. Want ik zei namelijk op tijd pas. Ja. Maar er zit dan natuurlijk een technicus die op een knopje moet drukken van stop. Ik weet niet wat de man zat te doen. Maar hij heeft zich anoniem gehouden tot de borrel na afloop. En toen heb ik ineens gevraagd van jongens, wie drukt er eigenlijk op dat knopje? En toen zag ik een jongen heel klein wegduiken in een hoekje. En dat was de jongen van de knop. Wat er gebeurde? Jij zei stop op 1 seconde. Dus je hebt officieel nog 1 seconde over. Dat was een hele tactische set. Ja. Ik denk dat je eruit gewerkt bent. Dat denk ik dus ook. Ik heb het al vaker gezegd in het programma ook. Het is matchfixing. Ik heb meegedaan de slimste mensen vorig jaar in de zomer. Waarom zou Martijn eruit gewerkt zijn? Precies dezelfde reden als Ron Bossard uit Wie is de Mol. Ik denk als je met slow-mo terugkijkt, dan zeg je net te laat pas. Ik vind het een naar vervelende mannen. Ja, ik was achter. Dat was in de sfeer veranderd, merk ik. We gaan door. Iedere maandag hebben we lol, het is Martijn Kadol. Is er nog meer flikker aan gebeurd aan die hele jingle niet? Ik ben af, ja. Martijn Kadol, goedemorgen. Wat een chagrijn alweer op die vroegochtend. Nou, dat is eigenlijk wel geestig. Want, daar wilde ik het eigenlijk even over hebben. Want vandaag begint week 2 van het nieuwe jaar. En je weet wat dat betekent. Hoe het ook went of keer. Traditioneel staat hier in het teken van bittere teleurstelling. Van teleurstelling in jezelf. Dat was voor mij dan al even vorige week. Maar eigenlijk nu. Want hoe kan het ook anders? Je begint weer op je werk. De vakantie is voorbij. En het lukt toch ineens veel minder om die goede voornemens in praktijk te brengen. En Blue Monday komt steeds dichterbij. Dus volgende week al, hè. Ik heb hier al jaren geen last meer van. En sinds ik mij namelijk heb gerealiseerd dat de bitterste teleurstelling van het jaar aan het begin van het jaar inmiddels alweer achter me ligt. Oudejaarsavond. Het stond voor mij jarenlang in het teken van blinde paniek. Ik wist niet waar ik moest zijn, wat ik moest doen, verwachtte er veel te veel van en eindigde daarom altijd in een teleurstelling. Maar inmiddels heb ik die teleurstelling gewoon omarmd. Ik ben een positiviteitsgoeroe geworden en een chagrijnige man in één. Ik duik voor 1 avond zo diep in de pure en zuivere teleurstelling van een desastreuze mislukking. En geloof mij, dan valt de rest van het jaar dus heel erg mee. Hoe ik dat doe? Punt 1. De oliebol. Ik zoek niet meer naar de beste oliebol. Dat gaat namelijk tegen. Gevallen, want een oliebol is namelijk gewoon een oliebol. Ik ga naar de eerste beste gebakraam en dan zeg ik goedemiddag, 10 oliebollen alsjeblieft. En dan zeggen ze daar, 10 bolletjes vrolijkheid. We gaan ze even vers afbakken voor je. En dan zeg ik, doe geen moeite, graag de alleroudste die je hebt, die hier al 2 weken liggen als voorbeeld oliebol. Die wil ik van die bollen die smaken naar gebroken hart. Bollen die ruiken naar kapotgespatte dromen en uit elkaar gegroeide vriendschappen. Die moet ik hebben. Daar vreet ik 's middags 5 van op in 1/2 uur. En dan voel ik me de rest van de avond dik moe en overdatum. En dan moet de avond nog beginnen. Punt 2, het vuurwerk. Ik koop geen vuurwerk meer. Ik ga op zoek naar die ene buurman die altijd voor honderden euro's een vuurwerk bestelt. Maar echt geen idee heeft wat hij heeft gekocht. Ik heb ooit een buurman gehad die per ongeluk een doosje tennisballen in de fik zak. Omdat hij dacht dat het bij zijn vuurwerkpakket hoorde. Zo weinig idee had hij wat hij eigenlijk had gekocht. Die man moet je vinden. De kans is namelijk 100% dat deze man een champagnefles gebruikt om zijn vuurpijl in af te steken. En de kans is 100%, ik herhaal 100%, dat die fles omvalt in jouw richting.
Punt 3. Het feest. Dit proces begint al op 14 augustus... als ik mezelf ineens terugvind in een groepsapp getiteld... New Year's Eve Party. Met een paniekerig bericht van die ene vriend die nu al gestrest is... want er moeten nu al kaartjes worden gekocht voor dit en dat feest... want anders is het uitverkocht en het wordt echt het allerbeste feest... ooit gevierd in de christelijke jaartelling. Dan raak ik niet meer in paniek. Nee, dan denk ik, ah, dit moet het allerbeste feest ooit worden. Prima, dat wordt dan kut. Laten we gaan. En dan, na maanden wachten, is het moment eindelijk daar, het feest. En ik hoop dan dat er een rij staat met een flinke chagrijnige uitsmijter die ieder klein tasje wilde zoeken, één voor één. En dat die rij dan duurt van 9:30 tot het liefst net iets over 11:30. En dan om 11:40 zonder ik me af in een hoekje van de club. Onbereikbaar, want het netwerk ligt eruit zodat niemand me kan vinden. En ik me in mijn eentje zo eenzaam en miserabel mogelijk kan voelen. En dan is het 12:00 en is de enige die ik gelukkig nieuwjaar kan wensen de chagrijnige uitsmijter zelf. Gelukkig nieuwjaar, zeg ik dan. En met een beetje geluk zegt hij niks terug. Samenvattend, zorg ervoor dat de start van je nieuwjaar zo miserabel mogelijk is, dan valt de rest van het jaar eigenlijk wel heel erg mee. En het leukste van alles is, je hoeft er niet eens zo heel erg hard je best voor te doen. Want waarschijnlijk verschilde dit niet eens zoveel van jou deze avond. Dames en heren, Martijn Cardon.